We meten de excentrische kracht van de abductoren met een handheld dynamometer. In dit geval testen we de rechterzijde. De voetballer ligt op zijn zij en heeft de linkerarm onder zijn hoofd en stabiliseert zichzelf met de rechterhand door vast te houden aan de behandelbank. De schouders zijn boven elkaar geplaatst, de heupen, de knieën en de enkels. En we zorgen ervoor dat de voetballer in een mooie rechte lijn ligt. Vanuit deze positie vragen we de voetballer om het been zo sterk mogelijk, zo krachtig mogelijk te heffen richting het plafond tegen de handheld dynamometer aan. We doen dit 3 seconden. We zeggen push, push, push en op de 3e push drukken we naar beneden zodat er een excentrische kracht ontstaat op de abductoren. Ben je er klaar voor? En go. Push, push, push en ontspan.